Ja, ik zat te lezen, vrienden, over festiviteiten rond Radio Veronica. Dat het nu zo'n beetje 50 jaar geleden is dat opgeheven werd. Nou, dat is toch werkelijk. En toen gingen al mijn gedachten weer terug naar vroeger. En toen dacht ik, ja, wat was dat toen? Een prachtige tijd. Dus ergens zo begin jaren 70, 74. En zo onbezorgd. De onbezorgde tijd was het gewoon. Niks oorlog. Niks stikstof. Niks alle problemen die er waren in de wereld. En weinig toekomst. Nee, het was alleen maar, eigenlijk alleen maar leuk. Je maakte je nergens zorgen over. Ja, dan alleen. En dan had je Radio Veronica en iedereen zat dan bijvoorbeeld op het strand. En dan, ja, met die transistorradiootjes. En dan hoorde je bang uit al die radiootjes komen. Ja, it's been a hard day's night. En iedereen luisterde naar hetzelfde station. 192, goed idee. Luister mee naar Veronica. Ta-da-ta-ta. Tadara, ja, al die jingles van Berdy, al de commercials, ken je ook allemaal uit je hoofd. Herinnert u zich deze nog? Ja, die, ja, oh, prachtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je wist het allemaal. En de begintune van Joost mag het weten, ja. Ta-da-da-ta, ja ta-ta-da-da, goedenavond, ta-da-ta-da-ta, ja ta-ta-da-da. Iedereen zong het mee en iedereen kende het. En je was alleen maar bang dat was je enige zorg, dat je Radio Veronica kwijtraakte. Want Radio Veronica, ja, dat was gewoon een gevoel. Ja, dat was gewoon opboksen tegen de gevestigde orde. Weet je, buiten de wateren, daar lag het schip. En dat schip, dat zond de muziek uit van de jongeren. En dat was die verbinding met een soort van vrijheid. En het was misschien allemaal onzin, maar toch, dat had het. En toen werd dat opgeheven. En dat weten we allemaal nog. De mensen van die mensen die wat ouder zijn, die weten het nog. Die laatste woorden van Rob Hout. Ergens in augustus 74. Ik weet dat nog. Iedereen stopte onderweg. Heel Nederland hield de adem in. Iedereen stopte onderweg en ging luisteren op zijn autoradio. Want ja, Rob Hout sprak zijn laatste woorden. En hij zei op dramatische toon: er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterft ook een beetje de democratie in Nederland. En dat spijt mij voor Nederland. Dat zei hij. En we zaten allemaal met een brok in de keel en tranen in de ogen zaten we te luisteren. En de tikkende klok hoorden we. En dat was het einde. En afgelopen nog één keer de jingle van Veronica. Veronica, Veronica, Veronica. Ach, vrienden. Ach, ach, ach. Wat kan een mens soms verlangen, eventjes, naar die prachtige, onbezorgde tijden.